Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van FIFA 22 voor Stanley Kerrheimode. Het is al een tijdje sinds dat ik de laatste keer hier heb een video van heb opgenomen, dus moeten we weer even inkomen. En we gaan deze video beginnen met een wedstrijd tegen Eupen. Eupen is het vorige team dat ik heb gekocht, alleen helaas ben ik daar ontslagen. Oh, dat was een tackle van hun. Een gele kaart. Oh, kijk, een strafschop. Ik ben echt heel slecht in die strafschoppen. Zo klopt hij dus een beetje. En ja, dat bedoelde ik dus. No! En Eupen staat voor. 1-0 voor Eupen. Van Ooye. Ah, 2-0 al. Dit niet goed. Oké, hier gaan we. Aanval in. Please score. Nee, dat scoort hij niet. Oh. Wat is dat? Strafschop. Oh nee. Oh, ze scoren niet. Beide teams missen strafschop en de rebound. Oh. Nu dan misschien. Ja, een doelpunt voor de eer. 3-1 is iets beter dan 3-0. We hebben nog maar een paar minuten om te scoren. En 4-1. En we gaan afluiten, dus 4-1 verlies, geen goed resultaat. Oké, nu is de wedstrijd thuis tegen Utrecht. Oké, we spelen thuis, misschien dat het beter gaat als ik thuis speel. Koppen! En ja, we koppen hem binnen. Oei, ik zie dat Silva een beetje geblesseerd is, dus die moet dan zeker... wisselen. Kom eens. Oké, zo door. Scoren. Oh, de paal. Scoren. Ja, dat doet hij. De 2-0. We hebben nu wel zeker zijn van 3 punten. Er is Utrecht nog even. En scoren toch nog. We kunnen helaas niet de 0 houden. No, weg, 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 weg. Ik was bijna zo gelijk zouden maken. Oeh, volgende wedstrijd is de beker. Maar bekerwedstrijden wil ik gewoon simuleren. Oké, we gaan met B-team simuleren. En verliezen met 1-2. Oeh, en dan moeten we ook nog eens tegen PSV nog eens spelen. Oké, uit in Eindhoven. PSV is toch ook wel een topteam. Dus... het is altijd wel leuk om hier tegen te spelen. Hier is Silva met de kans. Nee, keeper red van hem. En ja, ze scoren. Ik weet nog, ik denk dat we de thuiswedstrijd tegen PSV ook hadden verloren. Kom eens aan de bal. Gaat hij eindelijk eens scoren? Nee, nog steeds niet. O jee. Redding. Oh nee. 2-0 al. Ziet er weer niet goed uit. Voorzetten, scoren, ja! Ik ben op de 2-1. We hebben misschien nog een kans. Nu scoren misschien. Ah, en weer in handen van de keeper. Ik denk dat ik hem even ga afwisselen, want hij scoort echt bijna nooit. Voorzet, koppen! Ja, en daarom had ik hem opgesteld. Hij scoort wel. Ik moet meer met hem beginnen met de wedstrijd. We staan nu gelijk. Volgende wedstrijd moeten wij tegen Anderlecht, dus dat wordt ook leuk. Oh nee, laatste aanval van PSV. Dit is niet goed, dit is niet goed. En je redt hem. Oeh, gelukkig. En zo halen we nog 1 punt in PSV. Ik ben hier wel tevreden mee eigenlijk. Maar goed, ik ga hier afsluiten, dus hopelijk vond je deze video leuk. Laat het dan even weten in de reacties. En dan zie ik je weer terug bij de... ja... volgende video dus. Doei doei.